Laten we eens even kijken in de Habit, want daar is een wijnproeverij van wijnen thuis. En dat is van Frank van Opijnen en dat is de kenner, dus ik ben erg benieuwd wat voor lekkers die allemaal heeft. Dames en heren, het is zaterdagmiddag en we zijn hier bij een wijnproeverij in de Habit. En die is georganiseerd door... Wijnvoorthuis.nl. Dat is een webwinkel, wijnwebwinkel, in Hooglanderveen gevestigd. Oké. Ja. En we staan hier bij de eigenaar en dat is... Ik ben Frank van Opijnen. Oké. Ik woon op de Van Beeklaan in Hooglanderveen. Oké. Daar is ook de webwinkel gevestigd. Oké. Ja. Hey, en het is natuurlijk goed om af en toe de mensen ook te kunnen laten proeven, want dat gaat natuurlijk niet via het internet. Nee, dat lukt niet. Dat is wat moeilijker. Ja, we hebben wel hele duidelijke beschrijvingen op de site staan. Ja. Dus je kan alles wel lezen, maar je moet het gewoon in het glas hebben. Ja, zo is het met wijn, hè? Absoluut, absoluut. Je moet het ervaren en ondervinden. Absoluut, ja. Hey, en hoe is het eigenlijk gegaan vandaag, Frank? Ja, druk. Ja? Ja, het is druk. Het is nu... bijna 5 uur, dus het loopt een beetje op zijn einde. Ja. Maar het is de hele dag gewoon druk geweest. Ja, veel mensen en gezellig. Leuk. Het was van 1 tot 5, hè? Van 1 tot 5 was het vandaag. Ja. En je hebt lekkere belangstelling gehad? Absoluut, absoluut. Ja. Ja. We hebben toch inmiddels ons eigen bestand. We zijn nu 2 jaar bezig. Ons eigen klantenbestand. Ja. 400-500 mensen en dan komt altijd wel een 10-20% komt er altijd. Een enorme diversiteit hebben we al gezien op tafel aan wijnen. Ja. En waar bestaat die diversiteit uit? Ik bedoel... Ja, in eerste instantie verschillende landen. Ja. Je hebt natuurlijk de traditionele landen. Ja. Als Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië. Nou, dat is sowieso aanwezig. Ja. En daarnaast hebben wij altijd veel wijnen uit de Nieuwe Wereld. Veel goede wijnen uit Australië, Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinië. Maar vooral de Australië en Nieuw-Zeeland hebben een paar hele mooie wijnen. Ja? En, het is wel over het algemeen wel ietsje duurdere wijnen. Okay. Maar wel echt goede kwaliteit wijnen. En wat is op dit moment in? Ik bedoel, is dat ook nog aan te geven? Ja, we lopen nu natuurlijk een beetje naar de winter. Dus de rosé en dat soort dingen is een beetje afgelopen. En de witte wijnen komt naar de wat lichtere witte wijnen lopen langzaam een beetje op zijn retour. Dat komt volgend jaar weer. Ja. En we gaan nu langzaam een beetje naar de vollere wijnen. Veel smaak, veel sap. En dat komt nu langzaam in. Ja. En dat is even geleden natuurlijk al. En toen was Prosecco in één keer een opkomst. Hè? Dat was echt een zomer... Dat is nog steeds. De hele zomer is dat doorgegaan. Ja. We hadden gedacht dat Cava heel erg op zou komen. Okay. Nou, dat is wat minder gebleken. Ja. Omdat Cava is over het algemeen toch iets duurder dan Prosecco. Dus mensen letten wel op hun portemonnee. Ja. Maar Prosecco is gewoon doorgelopen dit jaar. En ook de Rosé Prosecco is goed doorgelopen. En de lichte rode wijnen lopen ook nog steeds. Ja. En heb je dan voor volgend jaar bijvoorbeeld voor de zomer een verwachting? Of... Nee, ik heb daar niet echt een verwachting over. Nee. Ik zie het wel op me afkomen. Ja, maar het is niet iets wat getipt wordt? Of, Nee, nog niet. Nog niet. Oké. Nee. Even, nou zijn we toch bezig. U bent? Ik ben Jan Meijer. Jan Meijer, hallo. Hallo Jan Meijer. En Jan Meijer is ook een van de mensen die hier aan de andere kant van de tafel staat. Die helpt Frank altijd. Die helpt Frank altijd en heeft natuurlijk dan ook enig verstand van wijn, mag ik aanmerken. Ja, ik heb de opleiding tot finoloog gevolgd. Okay. Dan leer je dus heel wat over wijn. Maar naarmate je langer met wijn bezig bent, kom je erachter dat er eigenlijk zoveel in die wijnwereld gebeurt. Ja. Dat je moet er eigenlijk dagelijks mee bezig zijn om echt bij te halen wat er allemaal gebeurt. Ja. Maar het belangrijkste is dat je gewoon passie voor wijn hebt. En als je het eenmaal hebt of gekregen, dan raak je dat ook. Dat raak je niet meer kwijt, hè? Nou, hartstikke goed Frank dat die vandaag zo gelopen is. En dat wijnen is nog steeds een hot item in Nederland. Absoluut. Het wordt hoe lang hoe meer gedronken ook. Ja, absoluut. Ja. Zo'n Hooglanderveen moet er nog een beetje komen, denk ik. Ja, dat okay. komt wel. Nee, aan maar... de andere kant, ik richt mij niet op Hooglanderveen. Nee. We hebben al een andere wijnwinkel in Hooglanderveen zitten.
En ik richt mij op het internet en dat is heel Europa. Ja. Maar wat ik leuk vond net dat je zei van het is niet zo makkelijk om het juiste... De wijn en spijs is heel ja, dat is... Er zijn wel een aantal uitgangspunten. Ja. En nou, die heb ik ook wel in de boeken staan en probeer ik ook wel mensen over te brengen als ik les geef. Maar uiteindelijk moet je dat zelf proberen. Ja. En wat ik bijvoorbeeld wel eens doe, want ik hou wel eens wat wijn over van een proeverij en dan ga ik dan mee naar huis. Ja. En als je dan gewoon aan je boeren komen worst zit, welke wijn past daar nou bij? Ja. En soms past de wijn wonderwel. Ja. En soms dat je zegt, de boeren komen. Nee, precies, wijn. Ja. Nou, ik ga in ieder geval wat proeven. Ja, ik ga er misschien wat... ja, heel graag. En dan ga je er misschien wat bij vertellen. Dat is ook natuurlijk wel eens prettig. Tot ziens, hè. Dankjewel. One for your dad. Yeah.